had dat gewoon moeten winnen, was ook veel sterker. En Spanje is niet alleen zonder Messi, is ook zonder Ronaldo, Theo. Vergis je niet in het Engeland, dat kan ook verrassen, dat Engeland. Nee, daar geloof ik niet in. We hebben een paar hele knappe jonge voetballers erin staan. Ja, die Chamberlain, Oxford, hoe heet, en die Welbeck. Maar het heeft net te weinig, het heeft net te weinig. Laten we even afwachten. Oké, okay, goed dat terugkomen natuurlijk. Maar Spanje blijft een probleem, hebben geen spits, hebben geen Ronaldo en geen Messi. Ja, maar jij hebt wel Xavi en Iniesta. Ja, die is, met name Iniesta, die is er dan bloed voor hem. En dat zijn de fantastische... Ja jongens, en Nederland, hè, we hebben Van Persie, Huntelaar, Sneijder, Robben en Kuyt. Dus, is groot favoriet. Op papier vind jij Nederland het sterkste team hebben, Frits? Nee, op papier... Nee, we hebben 4-5 van de beste individuele spelers. Kijk, Messi en Ronaldo zijn dat niet. Dan is Van Persie de nummer 3 van Europa. Die hebben ons helftal. Ja. We hebben Sneijder, die heeft een slecht seizoen achter de rug. Maar die behoort natuurlijk wel tot de Iniesta-Xavi-achtige spelers. Dat laat hij ook zien. Hè? Dat laat hij ook zien, deze EK. Ja, ik vond hem gisteren niet zo geweldig. Nee, was gisteren... Nee, gisteren was hij niet zo geweldig. Ja. Dan hebben we een buitenspeler die, als hij in vorm is, een wedstrijd kan beslissen. Robben, Ribéry.